De provincie is van iedereen. Daarom hebben Provinciale Staten ruim 70 inwoners uitgenodigd om tijdens de Dag van de Verantwoording te kijken of de provincie haar doelstellingen heeft behaald. De inwoners kijken naar wat er wel en niet goed is gegaan en formuleren vragen die de statenleden aan het college gaan stellen. De provincie Zuid-Holland is de eerste provincie die de dag organiseert. Je bent de initiatiefnemer. Waarom deze dag? Ik heb deze dag vorig jaar gezien bij de Tweede Kamer. Daar had de Tweede Kamer een dag van de verantwoording, een V100 noemden ze dat, georganiseerd. Waarbij 100 inwoners uit het hele land vragen stelden over het uitgevoerde beleid. En ik dacht, nou, dit is een geweldige kans om dat ook bij de provincie te doen. Omdat ik merk als statenlid dat voor veel inwoners de provincie nog een onbekende bestuurslaag is. De Provinciale Staten hebben het initiatief genomen om bewoners hier uit te nodigen aan allerlei tafels. Met verschillende thema's. Dus bijvoorbeeld mobiliteit, hoe is de bereikbaarheid van de provincie? Hoe groen hebben we het allemaal? Wat doen we aan de energietransitie? Gaat het snel genoeg? Allerlei vragen die bewoners hier aan de verschillende tafels kwijt kunnen. En met name ook om het gesprek aan te gaan. Waar is het geld aan uitgegeven en hebben de bewoners daar wat van gemerkt? Hebben wij het nou goed gedaan als provincie? Hebben wij al dat geld wat wij hebben op de juiste manier besteed? Of hadden we het beter aan andere dingen kunnen besteden en beter andere doelen voor onszelf kunnen stellen? En wij gaan daar als statenleden over in gesprek met die 70 inwoners aan verschillende tafeltjes. En al deze experts en al deze inwoners gaan ons vertellen wat ze er nou eigenlijk van vinden. Wat vindt u ervan dat u mag meebeslissen met de provincie? Nou, dat vind ik heel goed. Dat is heel democratisch dat ik als vrijwilliger mag meedoen. Nou, een hele lofwaardig initiatief. Prima idee. Ik persoonlijk vind ik een eer. Ja, een beetje een verrassing, want ik kende het concept niet. Goed dat ze ook deze vragen mee gaan nemen. Ik vind het een heel goed initiatief. Op deze manier krijg je wat meer inzicht. Ik was blij verrast om uitgenodigd te worden. De inwoners gaan vragen formuleren die straks gesteld worden aan het college. Het kan leiden tot een verandering van beleid. Dat je denkt, goh, we hebben bijvoorbeeld nooit gedacht aan de tevredenheid van inwoners over cultuurbeleid. En laten we dat nu wel gaan onderzoeken. De vragen die vooral gericht zijn op de toekomst, zeker zullen we benutten. En zeker in aanloop naar de statenverkiezingen volgend jaar, kan dat ook voor bijvoorbeeld bijdragen aan de verkiezingsprogramma's die straks geschreven gaan worden. Volgend jaar weer, denk je zoiets als dit? Ja, ik gok het wel. Het ziet er nu naar uit dat we er wel uitkomen, dat we kritische vragen gaan opstellen. De vragen die wij hebben, of de zorgen, of hoe je het ook wil noemen, dat daar ook serieus naar gekeken wordt van, joh, hoe kunnen we dat nou oppakken in de komende jaren? Heel goed idee. Want dan weten we beter voorbereid hoe we de vragen nog scherper kunnen stellen. Ik hoop dat mensen het gevoel hebben dat ze ons hebben kunnen vertellen wat ze wilden vertellen. En voor ons hoop ik dat er heel veel inspiratie uitkomt.